Ik voel me onbelangrijk. Dit begon toen ik al jong was. Ik werd veel gepest en ik kon mezelf niet zijn. Het is ontstaan doordat ik eigenlijk mijn problemen niet kwijt kon bij mijn ouders of bij mijn docenten. En daardoor ook mijn hele omgeving. En daardoor bleef ik eigenlijk wel vast in mezelf. Ik durfde mijn problemen niet te vertellen omdat ik dan dacht dat het onbelangrijk was. En dat iemand van mijn vrienden of familie het erger had of dat ik voor iemand anders moest zorgen dan voor mezelf. Mijn naam is Maxime en ik kon niet praten over mijn problemen omdat ik dacht dat ik het aan niemand kwijt kon. Ik heb mijn gevoel bespreekbaar gemaakt op een kunstcamping waarbij ik een poëziestuk heb geschreven over mijn verhaal en dat heb voorgedragen aan een hoop mensen. Daardoor heb ik het gevoel gekregen dat ik me gehoord voelde en daardoor ook belangrijk begon te voelen. Als ik een tip zou willen meegeven aan de omgeving van jongeren, is dat als je iets signaleert, wacht er dan niet te lang mee en maak het gewoon bespreekbaar. Unbox jezelf. Zeg wat er speelt. Check hoe en met wie je erover kunt praten op utrecht.nl/unboxjezelf.